Het exercitieveld wordt door sommige Woerdenaren wel met heilige der heiligen van Woerden genoemd. Anderen noemen het het veld van en voor de Woerdenaren. Het heeft in de loop der jaren een uitstraling gekregen waar we allemaal heel erg tevreden over zijn. En het liefst zouden we dat zo willen houden natuurlijk. Duidelijk is dat het exercitieveld een bijzonder groene plek is in onze mooie stad. Waar vele inwoners mooie herinneringen aan hebben. De gemeente Woerden staat voor een uitdaging. Want het exercitieveld heeft aanpassingen nodig. Het veld moet namelijk worden opgeknapt. Het gaat om drie dingen bij het exercitieveld. Het exercitieveld wordt omgeven door prachtige bomen. En die zou je het liefst laten staan. Maar heel veel van die bomen zijn ziek en moeten vervangen worden. De drainage moet vervangen worden. En er moeten renovatiewerkzaamheden uitgevoerd worden bij de O singel dus dat is voor de gemeente de aanleiding om te gaan zoeken naar alternatieven. En meteen wensen mee te nemen die van belang zijn voor het evenemententerrein. De gemeente Woerden is voor de zomer in gesprek gegaan met een flinke groep inwoners. Alle wensen, ideeën en suggesties zijn gewikt, gewogen en getoetst aan een aantal voorafgestelde criteria. Kan het financieel? Blijft het groen? Blijft er ruimte voor evenementen? En kan het qua verkeer? Uit al die ideeën zijn een drietal ontwerpen samengesteld. En die drie ontwerpen die willen we nu voorleggen aan ieder die betrokken is bij het exercitieveld. En dat uh, ja, er is dan ook gelegenheid om uit een van die drie schetsontwerpen een keuze te maken. Dus de mensen moeten vooral binnenkort gaan stemmen op een van de drie schetsen. Op de website ikbenwoerde.nl zijn de schetsen en de keuzes te bekijken. Er is een schets van een stoer stadsveld met historisch accent. Een eigentijds activiteitenveld en een schets van een sierlijk veld met romantisch accent. Nu is de keuze aan u. In welke richting moet de gemeente straks verder gaan met het ontwerpen van het exercitieveld van de toekomst? Er zijn drie schetsontwerpen en u kunt een viertal mogelijkheden kiezen om uw stem kenbaar te maken. We hebben de weekmarkt, de streekmarkt en de koeienmarkt en ikbenwoerden.nl. Vier mogelijkheden brengen vooral uw stem uit.